Hey jongens en welkom bij een nieuwe video. Ik heb een kleine compilatievideo voor jullie gemaakt van alle afleveringen van Mealtijd tot nu toe. We gaan natuurlijk gewoon door met Mealtijd op Twitch. Ik heb jullie vragen gezien over of het beschikbaar kan worden gesteld achteraf op YouTube. En dat moet denk ik wel lukken. Veel plezier met het kijken en ik zie jullie snel. Het eerste format hebben we al een beetje gedaan, een soort van Q&A, dat heet Mealtijd. Wij proberen zoveel mogelijk zen te zijn. Leven in het nu, waardoor je veel bewuster bezig bent. En dan die toekomst, dat komt wel goed. Dus je hoeft nog niet zo na te denken over de toekomst. Dus dat is wat ik nu aanraad, want nu is het gewoon een beetje een bij elkaar geraapt design-achtig magazine. Bewerken jullie video's zelf of sturen jullie ze allemaal door naar Tom, zodat hij ze kan bewerken? Nee, we bewerken ze allemaal zelf. Dat zou, anders zou Tom fulltime editor zijn. Eens even kijken, wat is hier leuk aan? Rino de Dino. Oké. Ik zou graag tegen mijn 18e genoeg verdienen. Ja, dat zou iedereen graag willen. Wout. Ja, hallo. Sonny Lol en die vraagt: hoe krijg je een Wayong-uitkering? Zou ik eerlijk gezegd niet eens weten. Ik denk dat wij allemaal van hoe gaat dat niet echt in aanmerking voor een Wayong-uitkering komen. Ik heb hier nog een mailtje van Jasper van den Berg. En die zegt: hallo grote mensen van hoe gaat dat? Nou, als hij het clean en glitchy wilde, heb je het heel goed gedaan. Want het ziet er clean en glitchy uit. Dus dan gaan we even erop klikken. Zo'n 800 jaar geleden leefde er een held, genaamd Robin Hood. Effectjes in Photoshop en filters moet je eigenlijk zo zien. Je moet eigenlijk net zo zien als make-up. Of in ieder geval hoe ik over make-up denk. Je moet zeg maar zo make-up opdoen dat je op het eerste blik niet opvalt dat er make-up op zit, maar dat het toch mooi is. Zo moet je ook een beetje kijken naar filters en effecten. Niet te veel, maar wel aanwezig. Oh, ik weet het alweer. Dit is die jongen met dat wietlogo. Ja, want kijk, hier staat hij links. Oké. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar het lijkt nu net of je geen handen hebt. En hier rechts ook niet, dat het af is gesneden. Daar zou ik wel op letten. Alleen als er een onderbouwing staat bij een mailtje, dan komt hij in de mailtijd. En ik weet het, dat is het moeilijkste, maar dat is het enige waarom feedback interessant is. Op dit kanaal design ik in PowerPoint. Wel een cool shorts. Wild leningen. Uncredit leningen geeft u een betere. Oh, dit is reclame. Ik word heel erg afgeleid door die afbeelding. Nee, even kijken. Je hebt op zich wel netjes de verhoudingen goed gedaan. Iedereen kan hierbij nummers toevoegen aan een afspeellijst die wordt afgespeeld. Oké, dus je zit zeg maar met allemaal met oordopjes in een ruimte. En dan hoor je allemaal dezelfde muziek. Dan zit je allemaal op dezelfde beat, zit je zo. Oh, wel een iPhone 5, kom op jongens. We zitten niet meer in 2013. Ik denk nou niet als ik op dit kanaal kom van wow, deze gast is echt crazy met FX. Zeg maar. Hier op zich ook wel. Wacht eens even. Array of 51, wat is dit voor? Weet jullie wat het is? Ach, god jongens. Moet je maar eens opzoeken. Om al te beginnen met het Facebook logo waar je echt een bevel en emboss effect op hebt gegooid, waar Mark Zuckerberg je voor zou ontslaan. We gaan door. Justin Bieber. Justin Bieber is zo populair. Oh wow. Dit ding loopt door. Kijk, dat is cool. Je kan een soort van DJ spelen met je vinger. Heel cool. Ah, dat vind ik wel nice hoor. Dat vind ik wel nice. Ik heb het gemaakt voor een toekomstig kanaal dat uit gaat komen in juli 2016. Wow, dan ben je waarschijnlijk heel erg veel aan het voorbereiden. Het kanaal gaat Creator Key heten. Oké. Oh, jongens. Oké, ik ga nog even een andere openen. Dat is het logo los. En dit is de banner. En als ik zo even naar het logo kijk, de banner en hoe dit is opgesteld. En je vergelijkt dat eventjes met dit logo en deze banner. Want voor mij voelt dit meer als een halve kopie. Ik zit niet meer op school, maar waar ik op school zat. Weet je waarom? Jouw mening boeit helemaal niks. En dat zeg ik niet persoonlijk. Ik vind je super aardig. En je zal vast heel lief zijn. Maar jouw mening
gaat het niet om. Google homepage design, design je voor heel veel andere mensen. Dus je moet kijken wat goed is voor die mensen en niet wat jij mooi vindt. Alright. En ik wil je succes wensen met HGT. Dankjewel. Jij ook met alles in het leven. Klonk heel sarcastisch, maar ik meen het wel. De onderbouwing. Lettertype en stijl heb ik bruut gemaakt, want de Brabo Negert is het meest epische vent van het internet. De witte vierkantjes staat symbool voor de vlag van Brabant. Oké, nou we gaan eens eventjes kijken wat hij heeft gemaakt voor de Brabo Neger. Amy Meijer, ik ben 18 jaar en ik vertel niet hoe lang ik vormgeef, want volgens jou hoeft dat niet. Juist. Wacht even, ik smeer even een toastje. Want jij wil uitstralen dat je dus onderzoek doet voordat je gaat designen en dan pas gaat ontwerpen. Maar ik durf er gif op in te nemen dat jij dat niet voor dit logo hebt gedaan. Want wat je hebt gedaan, is je hebt gewoon gedacht van, oh, we hebben een D en we hebben nog een D, hoe gaan we dat creatief doen? Oh wacht, het zijn twee dezelfde letters. Laat ik er eentje omdraaien en dan krijg ik dit. Alsjeblieft zeg het maar als het niet zo is. Maar geef toe als het wel zo is, want waarschijnlijk is dat zo. Hij wil feedback op het logo zelf, de banner en mijn mening. Nou, daar gaan we dan. En de eerste is dit logo. Flashy art. Oh jongens. Hier word je toch serieus moe van. Dit is niet slim. Dit is niet slim. Ik maak houten dingen en daar probeer ik wat mee te verdienen. Hoe vet is dat? Wie zit er tegenwoordig nog zijn handen vuil te maken? En omdat ik zie dat je altijd maar de helft van een mailtje leest, heb ik de belangrijke dingen blauw gemaakt. Deze man is echt super slim. Welkom Bertrand. Wow. Ik kraak mijn kaak? Zo, dat heb ik niet vaak. Oh, dat rijmt. Wat maakt jou speciaal en waarom zet je dit op deze manier neer? Wat is dit? Wat... Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Daarnaast heb ik de homepage gevuld met bedrijven en YouTube-kanalen waar ik voor heb gewerkt. Oké, om de focus te leggen op online video. Ik ben erg benieuwd, ik ga daar gewoon op klikken en kijken wat er gebeurt. Oh, huh? Huh? Grapje. Ja, nou ja, het eerste wat ik gelijk zie is dat je kanaalbanner niet echt aantrekkelijk is om naar te kijken. Niemand snapt waarom je dit af hebt geknipt. Eigenlijk snapt iedereen het, want je had gewoon geen wijde foto. Ja, dit is gewoon prachtig. Oh, kijk nou. Oh, koffiebottle. Oh, dat is leuk. Oh, dit is echt leuk. Wow. Wow, joh. Wow, kijk eens de website. Wow, wat is dit, jongens? Dit heb ik nog nooit gezien. Link naar het project. Daar gaan we. Lennart. Nou, we gaan... Wow. Oh, hier heeft hij zijn logotje verstopt, hoor. Zie je dat, jongens? Dat zijn die trucjes. Dit is hem. Hij heeft nu zijn naam veranderd en zijn logo... En dat is gewoon heel netjes. Hij heeft het gewoon echt goed opgepakt. Weet je, het is niet erg als je een fout maakt of iets kopieert van iemand. Als je het zelf maar beseft en dat dan toegeeft en het dan verbetert. Dus echt complimenten voor nu. Raad ook Motion. Al ben je dus geïnteresseerd in motion design. Ik geef hem nu gewoon even een shout-out, want dat verdient hij wel. Ga naar Ratox Motion op Twitter, want dit is gewoon netjes. Dit is gewoon hoe je omgaat met problemen. Hij heeft het gewoon veranderd, aangepakt, nieuwe start. Super top. Oh god, kijk nou joh, die jongens. Het gaat onder het bedrijf Theezakje vallen. Hij wil feedback op de originaliteit en het idee. Dacht je nou echt dat ik hier serieus op in ging spelen? Ook zit je een beetje ongemakkelijk achter je bureau. Een beetje zo. Ik zou zeggen, schuif je stoel gewoon aan en ga gewoon in een actieve houding zitten. Dat is een heel klein detail, maar dat ziet er gelijk ook netter uit. En nou ja, auf Wiedersehen.